De rijken worden rijker en de armen worden armer. Hoe komt dat? De 5 rijkste mensen ter wereld hebben vandaag dubbel zoveel geld als 4 jaar geleden. Tegelijk werden 5 miljard mensen armer. En we zijn met 8 miljard. Dat komt voor een groot deel door klimaatrampen en door de coronacrisis. Mensen verloren hun job. Morgen is mijn laatste dag. De prijs van huizen schoot de lucht in. Toen kwam de energiecrisis en nu is het leven in het algemeen veel duurder. Show me the money! Wie is er de laatste jaren wel op vooruit gegaan? Miljardairs en dikke bedrijven. Vooral technologiebedrijven, omdat ons leven zich sinds de coronacrisis en de lockdowns vooral online afspeelt. My apologies.